zowel jong als oud. Moeders die op pad worden gestuurd, vaders die op pad worden gestuurd. Vaders die in de winkel komen die zeggen, doe mij maar zo'n roze flap. Die gewoon geen benul hebben van hoe zo'n ding heet. De bakkerij begon eind vorige week met de verkoop van de krompoes, omdat er veel vraag naar was. Heb je een idee van hoeveel je er ongeveer nu verkoopt per dag? Ja, het is heel wisselend per dag. Het is nu natuurlijk herfstvakantie, dus we zien wel dat het echt wel oploopt. Vorig weekend was het eerste weekend. En ik denk dat dat rond de 200 zat op vrijdag bijvoorbeeld. Maar ja, dat was eigenlijk nog maar dag 2. Dus ja, ik verwacht dat dit weekend wel, nou ja, misschien wel 300, 400, 500. Ja, zeg het maar. Nou, de gele room staat hier. Die laten we afkoelen. En dan gaat er slagroom erin. En dan spaar ik ze ook in. Heeft u hem nou ook zelf al geproefd? Ja. Ik heb hem zelf geproefd. Ik heb de neiging om ze elk moment weer te nemen. Maar ja, kijk, mijn buik dat wordt ook een dagje ouder. Maar is hij echt zo? Vindt u hem echt lekker? Ik vind hem echt lekker, ja. Het is geweldig, ja, zeker. Ja. Ook in de rest van Flevoland wordt de trend opgepikt. Op de markt in onder andere Almere en Dronten wordt hij sinds deze week verkocht. Net als verschillende bakkerijen in Zeewolde en Lelystad. Had u al eens gehoord van de krompoes? Nee, wel van de croissant. En ook zeker wel van andere lekkere broodjes, maar hier heb ik nog niet van gehoord. Het lijkt me ook zeer luxe. Ja, we willen even weten zometeen natuurlijk wat u ervan vindt. Oh, gaat goed? Nou, het smaakt lekker. Ja? Heerlijk. Yummy! Ja. Waar smaakt hij een beetje naar? Naar aardbeien! Ja. gaat goed. Eet hij nou fijner dan een gewone tompoes? Dat niet. Nee. Liever een tompoes? Ik heb liever een tompoes, ja. En? Mond leeg. Ja, sorry, ik wacht even. Ik zou hem niet voor het ontbijt willen, maar wel bij de koffie.